Goed, nog eens voor de duidelijkheid. Dames en heren, chers amis, donc, ceux qui ont... Donc, ik wil vrijwel wat nog nog niet van drinken, laat het bier nog... Van zodra dat iedereen zijn flesje heeft gehad, dan gaan we officieel het tournee-generaal moment aankondigen. Dus wacht nog even. We laten u nog even op uw honger, maar dan in dit geval op uw dorst zitten. Bijna klaar voor zodra de rij. Dat iedereen zijn recordpoging bier heeft ontvangen. Zijn we er klaar voor? En kunnen we starten met onze record. Deze fles heeft gekregen, zijn we klaar. En dan haal ik er zo dadelijk ook onze meesterbrouwer Bruno erbij. En van zodra Bruno er klaar voor is. Gaan we proosten, gaan we onze recordpoging tournee generaal officieel starten. En dit allemaal onder toezicht ook natuurlijk van onze beide rechtsdeurwaarders Wijns en Doren. Het klinkt een beetje als een radioprogramma, maar de heer Wijns en Doren staan daar goed te tellen. En zij zullen dan ook mededelen op deze recordpoging, die momenteel nog staat op 1234 denk ik in Londen. Op deze recordpoging geslaagd is, ja dan nee, laten we gewoon hopen. En anders is het toch nog gezellig samen zijn, hoor, dat blijft zo. We zijn er bijna klaar voor, Bruno? Dus we gaan nu de mensen een beetje uitleg geven over wat er gaat gebeuren en over de bieren die ze ondertussen kunnen drinken. Dus en dan gaan we allemaal samen proberen het glas te heffen dus op het evenement. En heb je al een idee van hoeveel mensen hier zijn? Moeilijk te schatten. Ik zou ook wel op een plusminus 1000 personen, maar ik heb er eigenlijk geen idee van. Dat is nog niet maar in genoeg. Elk geval staat hier toch redelijk vol. Dat is nog niet genoeg. Ja, moeilijk te zeggen. We zijn een Lambiek-brouwerij, een brouwerij van spontane gisting. En we hebben eigenlijk drie soorten basisbieren. We hebben jonge Lambiek, oude Lambiek, Griekse Lambiek. En alle bieren die jullie hier proeven, is altijd een menging, of zo goed als ben altijd een menging, uitgevonden Griekse Lambiek van die drie bieren. Ja, dus drie bieren, maar in totaal dan zeven varianten dan. Ja, dat klopt. We gaan niet te ver in detail gaan, maar om bijvoorbeeld een idee te geven. Hè, veel mensen denken een geus wordt vertrouwen. Een geus dat is een menging van jonge en oude Lambiek. En de Griek is een menging van jonge, oude en Grieken nog niet. En zo gaan we dus voor elke van je tijd nog zo'n flesje maken. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a sept différentes bières, mais c'est toujours un mélange. Wel, wij vonden het een heel leuk idee en momenteel is het zo dat in Londen het record op 1237 mensen is voor een tournee generaal. En wij vonden het toch een leuk idee, toch omdat België is een bierland. En we vinden zo'n record dat we in België geven. Hij moet in België gevestigd worden en wij vonden het een heel tof idee om te proberen om dat record te verbeteren. Dus ik hoop dat wij gaan met 1238 personen zijn. Laat ook het idee zijn, oh ja. Dus, is iedereen klaar? Doe maar op je fles! Op iedereen, dus op u, op België, op al die dat je lief hebt. En tournee-generaal, santé iedereen! Santé! En dan vooral drinken ook. I'm going to go to the hospital.